Wat heb je daar, Vasco? Ik heb hier de prijs, de hoofdprijs van onze geweldige Unity-competitie. Zullen we hem even openmaken? Yes. Denk jij, kunnen we dat doen? Kunnen we dat maken? Als het snel kan. Ik had al heel netjes mijn Stanley mes, maar die heb ik helemaal niet nodig. Ik scheur het gewoon zo. Misschien toch wel een mes doen. Kijk. Hoppakee. Daar is hij dan. Nu weet ook iedereen dat we niet onze oude tweedehands Alienware zeg maar, als prijs gaan proberen weg te geven. Dat het echt een nieuw is. Zullen we hem nog even openmaken? Dat echt voor de 100%. Kijk hem shinen. Is hij mooi, hè? Is hij mooi, toch? 17 inch, jongens. Terwijl, ik kan wel vertellen, het is... Nee, ja, koop een nieuwe rugtas voor de winnaar. Nog even... Maar dit is hem dus, de eerste prijs voor onze Unity-competitie. En die gaan wij deze donderdag in de Game Studio, Game Kings Studio, sorry moet ik zeggen, live uitreiken aan de winnaar. En we zijn er al een beetje over uit eigenlijk wie de winnaar is, maar ja... Omdat dat gaan we natuurlijk nog niet vertellen. Daarvoor moet je donderdag echt naar onze live uitzending kijken. Maar dat hij heel blij gaat zijn, dat denk ik dat we daar toch daar kunnen we wel van uitgaan, toch? Zou jij hem willen winnen, denk je? Ik zou wel eens mijn laptop willen, ja. Ja, hè? Ja, had je Unity moeten leren, jongen. Had je mee moeten doen, hè? Kortom, komende donderdag, zorg dat je in Utrecht bent in de Game King Studio. Daar gaan we deze vette prijs weggeven aan de winnaar van de Unity-competitie. Als je er nou niet bij kan zijn, dan kan je maar beter een fucking goed excuus hebben. Maar dan moet je het gewoon live meekijken op de website. En ik ben er, Mike is er. Als je nog, stel je voor, je bent begonnen met Unity, je wil nog vragen stellen. Wij zijn er, dus je kan het dan live doen. Ja, ik zie jullie donderdag. Ga ik wel vanuit eigenlijk. Tot dan!